Felix Rutte is geboren in 1882 en wel in Sittard. De juiste plek is de markt waar vader Rutte een leerlooierij hield. Ja, hij is meerdere keren weggegaan. De eerste keer eigenlijk toen hij ging studeren. Want de lagere school heeft hij aan de stadsschool in Sittard gedaan. Maar de middelbare school heeft hij bij, voor het grootste gedeelte bij de paters Jezuïeten op de Oude Markt gevolgd. En is gaan studeren na die tijd in Holduuk. En daar heeft hij een gedeelte van die middelbare school afgemaakt. En daarna is hij gaan studeren aan de Universiteit van Leuven, germanistiek. En is gepromoveerd aan de Universiteit van Luik op een Frans onderwerp. Ja, toen hij afgestudeerd was en dus een beroep moest gaan vervullen, werd hij journalist bij de Maasbode en ook later nog bij andere kranten met de opdracht om reisverslagen en reisverslagen te maken in het buitenland, te beginnen in Rome, in Italië. Hij is toen in 1911 naar Rome gegaan en heeft daar een jaar lang gefunctioneerd met wekelijks een artikel in de krant. Na dat jaar is hij weer teruggekeerd naar Nederland, naar zijn huisadres, en heeft toch af en toe weer reizen gemaakt, vooral ook voor de krant, maar niet meer zo'n lange periode als dat eerste jaar in Rome. In die periode heeft hij ook zijn latere vrouw leren kennen. Dat was de beroemde schrijfster Marie Koenen, een chique dame uit Maastricht. Zij zijn getrouwd in 1918 en dat huwelijk heeft niet echt lang stand gehouden, want hun naturen waren zo verschillend. Hij was meer een plattelandsjongen die hield van het eenvoudige leven, de natuur, de bloemen, de lente. En zij was meer de chique stadsdame, de Maastrichtse dame, die kennelijk toch heeft dat geleid tot discussies en dat huwelijk heeft dus ook maar 11 jaar stand gehouden. 2 jaar daarvoor was Marie Koenen al het huis dat ze samen gebouwd hadden in Geul verlaten. En daar heeft hij nog een tijdje gewoond en totdat hij uiteindelijk weer met een opdracht naar Rome kon gaan. Dat was in 1938 en daar heeft hij verder zijn leven doorgebracht met een heleboel reizen in heel Europa. Maar naar Nederland is hij niet meer terug geweest, hoewel hij dat misschien had gewild. Maar waarom niet? Hij was zeer bang dat hij zo zou schrikken van het verkwanselde landschap door de komst van de staatsmijnen, die dat mooie platteland, dat glooiende, bijna Italiaanse landschap, zo ondersteboven had gezet dat hij daar zozeer ze van zou schrikken en dat wilde hij zichzelf niet aandoen en daarom is hij nooit meer teruggekomen. Ja, hij is om te beginnen in België. Brugge heeft hij zelfs een boek over geschreven. Noorwegen, daar had hij ook een vriendin zitten die hij had leren kennen toen hij nog in Sittard woonde. Het was een Noorse die wat talen moest leren en daar heeft hij mee geholpen en die raakte ook wel verliefd. Het is uiteindelijk niks geworden,
Dat was in Noorwegen. Hij is veel in rond de Middellandse Zee geweest. En dan heb ik het over de Joegoslavië, Hongarije, Roemenië, nog een paar andere Balkanlanden. Hij is in Israël, in Marokko, Spanje, niet te vergeten. En ja, dat zijn ongeveer de landen waarvan ik nu weet dat hij daar in ieder geval geweest is. Over de meeste heeft hij ook boeken geschreven, maar ook reisverslagen in de diverse kranten. Ik hield erg van deze stad en van de mensen, maar hij was ook weer zo nieuwsgierig naar de verdere wereld buiten Sittard, dat hij die neiging om hier zich permanent te vestigen wist te overwinnen. Daardoor heeft hij heel veel gereisd. En Sittard is wel altijd in zijn hart gebleven. Hij heeft zelfs na de oorlog heeft hij Sittardse verzen geschreven in het dialect, die veel gelezen werden en veel verkocht werden. Dus hij hield nog steeds van Sittard. Hij is hier ook geëerd. Hij heeft het ereburgerschap, de erepenning van Sittard gekregen bij zijn 80ste verjaardag, waar in de Schouwburg een festival is gehouden waar Godfried Bomans heeft gesproken. En met name stond daar een lege stoel omdat ze nog gehoopt hadden dat hij zou komen. Maar hij is uiteindelijk niet gekomen, maar heeft een audioboodschap opgestuurd. Ja, dat was waarschijnlijk niet helemaal de bedoeling in eerste instantie. Maar hij is door gunstige omstandigheden die hem overkwamen, is hij daar toch steeds gebleven. Dat begon dus in 1938. Toen heeft hij gewoond in een pensionaat met verschillende andere mensen. Maar kort daarna is hij bij een weduwe met een dochter gaan wonen, waar hij enkele jaren op rustig, zonder problemen, heeft genoten van Rome met dit huisadres. Ik ken dat adres, want ik heb daar ook gelogeerd in 1960. En dat waren ontzettend vriendelijke, muzikale mensen, Russen van huis uit, die na de Eerste Wereldoorlog Rusland verlaten hadden en in Rome waren gaan wonen. Het waren adellijke mensen, maar ook qua karakter. Daar is hij dus toen terechtgekomen, maar hij werd om ook wat geld te verdienen nadat de Tweede Wereldoorlog dreigde te komen. Toen hield het wat op met het beschrijven van reisverslagen. En toen moest hij toch wat andere inkomsten zien te genereren. Dat heeft hij dus kunnen doen doordat hij bij de Witte Paters, de Padri Bianchi, aan de Via Aurelia straat, Via Aurelia nummer 2361, daar zaten die witte paters met Oostenrijkse zusters die daar de boel verzorgden, het eten verzorgden. Daar is hij secretaris geworden van een van die paters voor de buitenlandse correspondentie, omdat hij zeer veel talen sprak. Hij is daar, uiteindelijk heeft hij daar ook huisvesting gekregen. Dat is een portierswoning die hij mocht bewonen, waar niet meer een portier zat in latere tijden. En daarom was die woning leeg komen te staan. Daar heeft hij het was twee verdiepingen, daar heeft hij de benedenverdieping kunnen betrekken. Ik heb daar ook gelogeerd bij hem in 1960. En
was typisch Felix Rutte, heel, heel druk, heel romantisch, bloemetjes, veel tapijten, schilderijtjes, aandenken, boeken. En daar leefde hij op zijn manier. Hij hoefde daar nauwelijks voor eten te zorgen, want warm gegeten werd bij de zusters in het klooster. En 's avonds, dat was dan tussen de middag, en in de 's avonds ging hij altijd wel op stap, al of niet met vrienden of bij vrienden, om daar in een trattoria, een cafeetje of wat dan ook, een eenvoudige maaltijd te nemen. Toen ik naar hem toe kwam, toen vroeg hij mij om zwartbrood mee te brengen uit Sittard, want dat had hij al heel lang niet meer gehad. Dat heeft hij met heel veel smaak opgegeten en ik mocht er niet aankomen, hè, want dan was het te snel op. Dus zijn huisvesting zag er goed uit. Daar heeft hij tot aan zijn dood gewoond, overigens. Ook daar merkte hij niet zo heel veel van, want hij leefde in Rome en dat vond hij prima. En ik weet niet eens of hij een Italiaanse paspoort had. Waarschijnlijk wel, maar hij was ook Nederlander. Maar ook daar gaf hij geen voorkeur. Wel had hij in die tijd dat ik daar was nog vele kennissen en vrienden in Nederland. In Venlo had hij dat, in Geul, in Sittard. Want toen ik terugging naar huis, toen kreeg ik een lijstje mee van een stuk of 12 namen waar ik overal de groeten moest gaan doen. En dat waren de beste vrienden van hem. En daar ben ik ook geweest. En die vonden dat erg aangenaam om dat te horen. Maar hij schreef ook heel erg veel. Ik kreeg, voordat ik naar Rome ging en met hem had afgesproken dat ik bij hem zou logeren, kreeg ik brieven van 5-6 kantjes met de hand geschreven. En heel romantisch ook. Hij maakte ook een gedicht op mij. Ja, hij droomde nog altijd van dat oude Arcadia, dat voor hem Limburg was. En wat er niet meer was. En hij wilde dus niet geconfronteerd worden met de werkelijkheid. Hij wilde dat droombeeld vasthouden. En hij wist dat inderdaad een droombeeld was. En dat hij het ook nooit meer terug zou vinden op de manier zoals hij het gekend had. Daar leed hij ook wel onder. Daar had hij moeite mee. Maar het was het noodlot, vond hij. Ja, het landschap rond Rome, de Campagna di Roma, is ook een heuvelachtig landschap. Idyllisch, mooie dorpjes, mooie landschappen, mooie natuur. Daar zag hij inderdaad parallel met Limburg in. Maar hij vond vooral vanuit Limburg al, als hij van Limburg keek richting Italië, dan zei hij, hier begint Italië. Want hier heb je datzelfde heuvellandschap. Toscane was een landschap dat heel erg sterk lijkt op dit gebied. En die parallel trok hij, terwijl die afstand toch behoorlijk groot is. Nee, dat is een gevleugelde uitspraak van Felix geworden. Dat was zijn wens, dat had hij ook ergens neergelegd. Chef Fink, de journalist van de ROZ, Regionale Omroep Zuid in der tijd, die is nou een paar dagen voor zijn overlijden in 1971 bij hem op bezoek geweest en heeft ook nog een opname op band gemaakt. En daar heeft hij dat nog eens een keer bevestigd. Uiteindelijk is dat niet gebeurd. Hij is begraven op het Campo Veneto in Rome. En daar is
Daar heb ik nog eens een keer naar hem gezocht, maar eigenlijk niet gevonden. Ik had ook te weinig tijd toen ik daar later nog eens een keer kwam. Maar iemand anders is daar geweest en die heeft wel dat graf gevonden van hem. Ja, dus die wens is niet in vervulling gegaan. Hij heeft het niet hoeven te beleven. Hier in Sittard beschouwden ze hem als een grote Sittardenaar, die nationaal in ieder geval ook bekend was, die in de kranten schreef. In dat rijke Roomse leven van de eerste helft van de 20e eeuw was hij een prominente vertegenwoordiger. Hij is bij de herdenking van zijn 80-jarige geboorte, dus de 80e verjaardag in de Schouwburg in Sittard, is hij ereburger van Sittard geworden en heeft de erepenning gehad. Datzelfde heeft hij op zijn 75e levensjaar gekregen in Rome, omdat hij in Rome bekend stond als de beste gids die Rome ooit gehad had. Hij wist alles van Rome, hij was daar ook heel bijzonder in, want wat deed hij? Als jij met hem iets wilde gaan zien, bijvoorbeeld Pantheon, dan kon dat alleen maar op dat tijdstip op een dag. Namelijk, dan stond de zon zodanig dat Pantheon het mooiste eruit zag. Eerder mocht je dan niet komen, later ook niet. Zo was hij gespecificeerd in elk onderdeel van Rome. Hij kende natuurlijk ook die hele geschiedenis, terwijl hij in 1911 daar niks kende, maar gebruik maakte van de Baedeker. Baedeker is waren de reisboeken uit die tijd. En ik heb die ook nog gehad uit die tijd. En daar stonden foto's en plattegronden in. Daar heeft hij het verhaal van geleerd. Maar later is hij heel intensief bezig geweest met de geschiedenis van Rome. Met de gebouwen van Rome. En met de cultuur van Rome. Ja, hij was heel ad rem af en toe. Ik weet goed dat wij liepen door een holle weg. Hè? Limburg, daar begint Italië, ook holle wegen, daar ook. We liepen door een holle weg in de Campania, die Roma. En daar rustig naar het volgende dorp. En ineens horen we opzij, op de helling, horen we een kip heel hard kakelen. Hij schrok heel erg. Hij draait zich om en zei, ja, kakelen ken ik ook, maar eierlekken, daar gaat het zich om. Zulke soort dingen had hij. Hele adremme opmerkingen, humoristisch. Ook wat hij vertelde aan grappen, hoe zij als belhamer, wat ze voor ondeugende dingen uithaalden, dat vond ik maar flauw. Want dat was natuurlijk ergens iets neergooien of kloppen. Maar dat vertelde hij toch heel graag ook uit zijn verleden van Sittard en hoe die hier functioneerde als jongeling.